Na het kusttheater Colisée deze zomer, de hele tijd hebben opgetreden, treed je hier op in de grote kerstshow in Floreal te Blankenbergen. Welk gevoel heeft dat? Oh, een enorm fijn gevoel. En ik zeg ook altijd, de kerstmaand december is voor mij toch de mooiste maand van het jaar. Ik kan daar zo van genieten. Ik ben zelf zo'n versierder. Ik doe ook elk jaar een andere versiering thuis. Ik hou ervan dat mensen ook hier in de Floreal zoveel moeite gedaan hebben om de sfeer zo plezant en zo aangenaam mogelijk te maken. We zijn hier zo verwend geweest met een goed glasje cava. Je ziet, ik heb er allemaal wat op, hè. Ik heb genoten ook. Het is ook fijn om de collega's dan nog eens terug te zien. Iedereen heeft hier zijn succes gehad, want het is zo'n prachtige zaal. Het is ook de eerste keer dat ik in de Floreal in deze prachtige zaal mag staan en kan staan. En iedereen heeft zijn succes hier. En dat vind ik zo tof. Ook van de zangeresjes die minder gekend zijn. Ze hebben zo'n schoon repertoire meegebracht. En ik voel mij vandaag echt ontzettend gelukkig, helemaal in de kerstsfeer. En ik zou zeggen, ja, vrolijk kerstfeest aan iedereen. En voor volgend jaar, mijn grote wens is, en dat meen ik ook, het is heel simpel, heel veel vreugde onder de mensen, heel veel vriendschap, heel veel verdraagzaamheid, want dat is ook soms moeilijk, en natuurlijk heel veel vrede en lief zijn voor elkaar.